Hallo en welkom bij VBTV. Verontrustend nieuws deze week in de berichtgeving. Het onderwijsniveau blijft zakken. Ik praat erover met mijn eerste gast vanavond, Roosmarijn Bekkers. Dag Roosmarijn. Dag Jonas. Roosmarijn, jij bent natuurlijk voor onze partij het Vlaams Belang Vlaams parlementslid. Jij volgt onderwijs op. Hè. Nu ja, dat blijkt uit opnieuw maar weer een onderzoek, ditmaal vanwege de Vlaamse overheid, dat het onderwijsniveau blijft zakken. Kan je even die resultaten toelichten? Hoe ernstig zijn we eraan toe? We zijn er heel ernstig aan toe. Hè. Internationaal onderzoek na internationaal onderzoek duidt aan dat Vlaanderen wegzakt. Dus ons onderwijsniveau daalt. Maar deze proeven zijn dus Vlaamse proeven. En eigenlijk meten die de eindtermen. In het zesde leerjaar gaan ze kijken, de eindtermen zijn de minimumdoelen. Gaan ze kijken welke leerlingen over die minimumdoelen geraken, over die lat. En we zien dat bepaalde aspecten voor wiskunde, meer dan 50% van de leerlingen die minimumdoelen niet haalt. En dat gaat echt over basisdingen, gelijk oppervlakte en omtrek berekenen. En dat is echt wel dramatisch. Ja, ook dramatisch natuurlijk, want het gaat over leerlingen van rond de 12 jaar. Dus die moeten in feite klaar zijn om naar het middelbaar te gaan, maar die blijken niet zo klaar te zijn. En zoals je zelf zei, het is in feite in een bredere context van allerlei onderzoeken die wijzen op zakkend niveau. We hebben de PISA-testen die daarop wijzen, ook de TIMS-testen en zo. Goed, blijkbaar is er heel wat aan de gang. Wat zijn dan die oorzaken, zodat we natuurlijk ze kunnen proberen oplossen? Eigenlijk oogsten we nu wat er 20 jaar lang gezaaid is geweest. Hè. Naar school gaan moest vooral leuk zijn, maar om eerlijk te zijn, de tafels van buiten leren is niet altijd leuk. Je moet gewoon die tafels van buiten leren. Kennis werd gezien als iets vies, maar je kunt pas tot leren komen als je eerst een minimum aan kennis hebt. Er werd veel te veel focus gelegd op vaardigheden. Leraren mochten geen directe instructie meer doen, ze mochten niet meer voor de klas staan, maar leerlingen moesten zelf ontdekken. En nu oogsten we wat door de traditionele partijen en vooral ook de linkse pretpedagogen is gezaaid. Namelijk het onderwijs gaat zienderoge achteruit. Ja, dus heel wat nefaste hervormingen, maar er is natuurlijk ook de influx van anderstalige leerlingen via migratie. We weten intussen dat 1 op 4 kinderen geen Nederlands meer praat thuis. En bij de grote steden zoals Antwerpen is dat 1 op 3. Dat moet toch ook een gigantische negatieve impact hebben? Absoluut. En ik was gisteren ook tijdens het debat in het Vlaams parlement heel verwonderd dat niemand daarover sprak. Want de laatste 10 jaar zijn 110.000 extra anderstalige leerlingen in ons onderwijs binnengekomen. En ook bij de verklaringen voor de slechte peiling zegt dan de onderzoekster van de KU Leuven, het is een veranderende leerlingenpopulatie. En uiteraard, dat zijn al die anderstaligen die in ons onderwijs zijn binnengekomen. En natuurlijk, als je zo'n groot aantal anderstaligen in je onderwijs krijgt, is het maar logisch dat het niveau ook zakt. Ja, dus heel wat nefaste hervormingen enerzijds. Anderzijds leerlingenpopulatie die steeds maar diverser wordt en moeilijker om te onderwijzen. Wat kunnen we daar dan aan doen? Want het zijn natuurlijk geen grote problemen. Absoluut. Het eerste voorstel wat wij als Vlaams Belang doen is uiteraard een migratiestop. We moeten stoppen met steeds meer anderstaligen naar onze scholen te krijgen, want het verzadigingspunt is daar al lang bereikt. We kunnen niet blijven dwijlen met de kraan open. Nu, een ander belangrijk een belangrijk probleem is ook het lerarentekort. We moeten zorgen dat we goede, sterke leerkrachten voor de klas krijgen. We moeten de leerkrachten die we hebben bijscholen, maar we moeten ook nieuwe mensen aantrekken. En ook hier wil ik toch ook de heel duidelijke olifant in de kamer benoemen. Namelijk concentratiescholen waar het heel moeilijk lesgeven is, waar er nog heel weinig sprake is van respect, orde en tucht. We zien dat bij de beginnende leerkrachten. Een heel groot deel van de beginnende leerkrachten haakt af binnen die eerste 5 jaar. En dat is natuurlijk ook logisch als je daar ergens in een school wordt gedropt, waar je met hele moeilijke klassen moet omgaan. Dus die mensen vertrekken uit het onderwijs. En we moeten stoppen met die mensen weg te jagen en in ons onderwijs die mensen moeten in ons onderwijs blijven. En dat kan alleen maar als het respect voor de leerkracht hersteld wordt. Dus een aantal nefaste hervormingen terugdraaien, het respect en de hiërarchie voor het lerarenberoep herstellen en terug een beetje kwaliteit in ons onderwijs steken. Kan ik het zo samenvatten? Absoluut, Jonas. Bedankt Roosmarijn voor je komst. Graag gedaan. Beste kijker, voordat we overgaan naar onze reportage over koopkracht met Tom van Grieken, vraag ik u graag om de uitzending te liken en jezelf ook te abonneren als je dat nog niet deed. De inflatie is op het hoogste peil sinds 40 jaar. En daar liggen niet alleen economen van wakker. Daar ligt iedere Vlaming van wakker. Inflatie, dat is heel tastbaar. Dat betekent dat als je gaat winkelen in de supermarkt, dat je met hetzelfde geld je kar niet even vol kunt laden. Dat betekent voor mensen die iedere dag gaan werken, met hun loon niet het einde van de maand meer halen. En mensen die proberen te sparen voor een woning
die alleen niet alleen zien dat de woningprijzen torenhoog zijn, maar ook zien dat het beetje gespaard geld steeds minder en minder waard wordt. De katalysator, de oorzaak voor de hoge inflatie in het land is zonder twijfel de energieprijzen. Mensen betalen zich blauw wanneer ze hun auto moeten voltanken om met hun auto naar het werk te gaan of hun kinderen naar school te brengen. Mensen worden onwel, worden misselijk wanneer ze hun energiefactuur zien hoeveel ze moeten betalen voor gas en elektriciteit. En tot slot moeten we ervoor zorgen dat werken terug lonend wordt. België is onder deze Vivaldi-regering bijna wereldkampioen belastingen. We moeten zorgen dat de belastingen op arbeid naar beneden gaan, zodat iedere Vlaming 150 euro extra netto uit hetzelfde bruto loon kan halen. Samen gaan we deze inflatie wel overwinnen, maar dan moet de regering duidelijke keuzes maken en prioriteiten stellen. En onze prioriteit is onze mensen op de eerste plaats zetten. Nu meer dan ooit, eerst onze mensen. Bij mij aan tafel zit intussen niemand minder dan Kathleen Bury. Welkom, Kathleen. Dag, Jonas. Kathleen, Kamerlid voor ons uiteraard. Je houdt je bezig met justitie, meer specifiek seksueel geweld. Een heel ernstig thema. Vincent van Quickenborne, onze minister van Justitie, heeft met heel veel lawaai een zogenaamd grootse hervorming aangekondigd. Nu is die hervorming groots. Wat zit er allemaal in? Nu, er zijn een aantal zaken aangepast die zeer nuttig en noodzakelijk waren. Definitie bijvoorbeeld van toestemming. Ook de seksuele meerderjarigheid is bekeken geweest. En het misdrijf verkrachting ging een verdubbeling van een strafmaat van 5 naar 10 jaar. Maar er zijn een heel aantal maatregelen, die we later gaan opsommen, die niet genomen zijn. Wel, ja, een verdubbeling van de straffen, dat klinkt wel positief, want er is toch bijzonder veel straffeloosheid binnen het fenomeen van seksueel geweld. Is dit pakket van Vincent van Quickenborne dan een stap richting minder straffeloosheid? Ja, we zien daar eigenlijk een maximumstraf die verzwaard werd van 5 naar 10 jaar. Maar de minimumstraffen die blijven op 1 maand, dat nu 6 maand geworden is. Wat we ook zien bij verkrachting is, de werkstraf werd terug ingevoerd als mogelijkheid dus om door een rechter uitgesproken te worden. Dus ja, als we naar die minimumstraffen kijken, dan is het nog altijd mogelijk om verkrachters met een opstelletje, zoals we gezien hebben, naar huis te sturen en andere flutstraffen. Dus daaraan wordt niet tegemoet gekomen. Die minimumstraffen die zouden ook opgetrokken moeten worden. Samen met de maximumstraffen. En uiteraard met een minimum van 3 jaar, wat ons betreft. Want ja, alle gevangenisstraffen onder de 3 jaar worden nog steeds niet uitgevoerd door minister van Quickenborne, hoewel hij dat beloofd had. Dus dat is een duidelijk standpunt. De minimumstraf, 3 jaar, al die daders moeten naar de gevangenis. Dus als ik het goed begrijp, de hervorming is maar goed voor een aantal technische aanpassingen, maar om echt straffeloosheid aan te pakken, wordt daar weinig gedaan, hè, omdat die minimumstraffen nog altijd bijzonder laag zijn en rechters dan de marge hebben om lage straffen uit te spreken. Dus het Vlaams Belang wil de minimumstraffen naar omhoog trekken. Zijn er nog maatregelen die we kunnen invoeren om straffeloosheid aan te pakken? Ja, zeer zeker. En dat was ook heel veel voer voor discussie in de commissie, waar de minister soms ook wel wat in meeging. Bijvoorbeeld het verplicht advies, ook de Hoge Raad voor de Justitie zegt, kijk, we moeten die rechters helpen met een gespecialiseerde dienst die eigenlijk een advies geeft van hoe gevaarlijk zo'n seksueel roofdier is. Het is eigenlijk heel moeilijk om voor een rechter om dat in te schatten. Een ander punt was ook de terbeschikkingstelling, de levenslange terbeschikkingstelling voor sommige individuen die dan vrijkomen, kan de maatschappij enkel maar gevrijwaard worden als die voor altijd onder toezicht staan van de strafuitvoeringsrechtbank. Ook dat is niet gebeurd. Minister van Quickenborne had daar wel oor naar, maar zoals altijd, zijn straf voor justitie blijft hiermee door de letter. Dus als ik het goed begrijp en even mag samenvatten, het Vlaams Belang, de Veiligheidspartij uiteraard, wil dat de straffen echt strenger worden, dat de straffen ook effectief worden uitgevoerd. En als de straffen zijn uitgezeten, dat we daders en voormalige daders in de gaten blijven houden. Absoluut. Tot zolang dat het nodig is. Absoluut. Okay. Bedankt voor uw komst, Kathleen. Graag gedaan. Beste kijker, laat ook zeker uw mening achter onderaan in de reacties. En ik zie u graag een volgende keer.